Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Sean en vandaag spelen we een nieuwe serie op mijn kanaal, namelijk Akinator. Voor de mensen die Akinator niet kennen, Akinator is een soort genie van het web. De bedoeling is dus dat wij een personage in ons hoofd houden en dat Akinator aan de hand van de vragen die personage moet proberen te raden. Ja, inderdaad. Dus, ik zal het even voortonen. De eerste personage die wij in ons hoofd gaan houden is SpongeBob. Iedereen kent hem wel van SpongeBob SquarePants, de tv-serie op Nickelodeon. Die hebben we dus in onze gedachten. En dus we klikken meteen op speel. De leeftijd doen we random 99, het maakt niet uit. Is je personage een meisje? Dat is dus de eerste vraag. En zo gaat hij vragen en vragen blijven stellen tot hij eigenlijk weet welke personage dat, waar wij het over hebben. Dus de eerste vraag is je personage een meisje? Nee. Is je personage echt? Nee. Draagt je personage schoenen? Ja. Komt je personage uit een tv-serie? Ja. Draagt je personage een hoofddeksel, hoed of kap? Nee. Is je personage een mens? Nee, want het is een spons. Leeft je personage onder water? Ja. Dus hij zit al goed op weg. Is je personage een vader dood? Weet ik niet, want ik weet niet of hij een vader heeft. Is je personage rijk? Denk het niet, want hij woont in een ananas. Is je personage geel? Ja, dus kijk, nu heeft hij hem al. Nee, hij is niet Pools. Nee, hij maakt geen kunstwerken. Nee, hij is niet ouder dan mijn ouders. Komt de naam van je personage voor? Ja, hij komt voor een titels-tv-serie. Hij heeft geen lang haar, want hij heeft niet eens haar. Is je personage een zanger? Nee. Is je personage een kat? Nee. En hij heeft hem gevonden. Ik denk aan SpongeBob SquarePants, personage uit de gelijknamige serie. En dat is hem inderdaad. Dus dan komt erop goed, alweer geraden, ik hou ervan om met jou te spelen. En dan, ja, dat is dus het spel. En de bedoeling van ons en van het, ja, wat we dus moeten doen, is dat we Akinator moeten proberen te verslaan. Dat kunnen we doen aan de hand van nog iemand in ons hoofd te houden en ook dus de vragen te beantwoorden. Maar als Akinator hem niet kan raden, dan zijn wij gewonnen en komt erop dat we Akinator hebben verslagen. Maar dat is nog niet voor direct, denk ik, want Akinator kent bijna iedereen. Dus de volgende personage die wij gaan doen vandaag is... Kennen jullie Drake van Drake and Josh? Ook uit de tv-serie op Nickelodeon? Nee? Ja? Wel, zowel of zo niet, maakt niet uit. Die gaan we dus zoeken. Heeft je personage echt bestaan? Ja. Is je personage een vrouw? Nee. Is je personage momenteel meer dan 40 jaar oud? Nee. Heeft je personage hetzelfde land als jij? Nee. Is je personage een sportman of sportvrouw? Denk het niet, want hij is een zanger. Hij is een zanger, goed zo. Zit deze persoon in een band? Weet ik niet. Ja, hij is bekend geworden dankzij Nickelodeon. Heeft je personage een donkere huid? Nee. Komt de naam van je personage voor een titel van... Ja, want de tv-serie noemt Drake and Josh, dus ja. Ja, hij is een gitarist. Nee, hij is niet bekend geworden door YouTube. Is je personage van het vrouwelijke geslacht? Nee, heb je al gevraagd. Is je personage gelinkt met een tv-serie? Ja. En hij heeft hem. Is toch snel, hè? Drake Bell, singer, songwriter en acteur van de Verenigde Staten. Dat is dus Drake Bell, de acteur van Drake and Josh. Is trouwens een heel leuke serie. Allee, vind ik toch. En ja, dus hij heeft hem gevonden, ja. Ziet, komt er weer op. Goed, alweer geraden. Ik hou ervan om met jou te spelen. Goed zo, Akinator. Bravo. En dus de volgende die we gaan zoeken is... Victoria Justice. Kennen jullie haar? Van de tv-serie Victorious op Nickelodeon ook. Ja, ik weet het. Vandaag is een aflevering over een personage uit Nickelodeon. Want ik weet eigenlijk niets anders. Dus, want jullie moeten hem ook kennen of hem of haar. Dus is je personage een meisje? Ja. Nee, ze heeft geen lange rood haar. Is je personage blond? Nee, want ze heeft bruin haar. Ja, ze is een zangeres. Ja, ze komt voor in Victorious. Nee, ze speelt niet in Sam & Cat. Nee, ze houdt niet ervan om mensen lastig te vallen. Zet je personage de politiek? Ik denk het niet. Nee, niet. Kut. Speelt je personage flodder, weet ik veel. Liederen. Voor liederen. Ik veel. Nee, hij zit niet in What Kingdom. Pff. Is je personage in een band? Nee. Speelt personage Monster High? Nee. Houdt je personage van bloed? Nee.
Heeft je personage een oudere zus? Ik denk wel dat ze een oudere zus heeft. Heeft je personage meegedaan met een talentenjacht? Ja. Heeft je personage gras? What the fuck? Vraag het daar gewoon zelf eens. Heeft je personage gras? Moet ik dat nou weten? Nee. Ja, ze bestaat echt. Heeft u... Nee, ze heeft geen gevecht haar. Ja, ze is echt al de derde keer. Nee, ze komt niet voor een big time rush, denk ik. Nee. Nee, ze is niet dom. Ja, ze heeft echt bestaan. Ja, ze is Amerikaans. Nee, ze is niet getrouwd. En ze heeft hem. Denk aan Victoria Justice, Amerikaans model, acteur, zanger, songwriter en danser. Ja, goed zo, Akinator. Bravo. Goed alweer geraden. Ik hou er al met jou te spelen. Dankjewel. Ik hou er ook van met jou te spelen, niet dus. Goed, dat was het dan voor deze aflevering. Nu weten jullie dus wat Akinator is. Ik laat hier beneden gewoon een reactie achter van welke persoon ik zou moeten raden volgens jullie. Maakt niet uit wie. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, heb ik al gezegd. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt voor meer video's. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende aflevering van Akinator. Doei mensen.